Beste vrienden, u ziet hem zitten daar, Mikos Gauka. Ja, als er één volger is van Feyenoord voor het Algemeen Dagblad, ja, hij. Die gozer die je hier ziet, die woont bijna in de Kuip. Dat is het gewoon. Ja. En hij is ook nog eens een grote fan van Dirk Kuyt. Dus, hey, beste vrienden, dat allemaal. Dus als we iets over Feyenoord willen weten, dan moet je eigenlijk bij hem zijn. Dus Mico, zeg het maar. Ik als Feyenoord supporter en de mensen die mij volgen en dat ook zijn, wat moeten we? Wat is er aan de hand met Feyenoord? Nou, het loopt niet vlekkeloos, Harry. Hè? Het is, vrienden, het is een beetje... Onze Mikos heeft ook een geweldig gevoel voor humor. Het gaat door. Ze slepen zich werkelijk naar de play-offs, maar ja, het zijn maar twee wedstrijdjes, Jill. Dus je kunt toch wel verwachten dat ze daar nog even twee keer gas kunnen geven en dan toch die play-offs kunnen winnen. Maar goed, jij zit zo dicht bij het vuur, bij dat Feyenoord. Als jij nou in een paar zinnen moet uitleggen wat daar allemaal misgaat op dit moment. Ja, dat is, eigenlijk zijn ze totaal ineengestort na de winterstop. Ja, ja. Dus het dik advocaat-effect wat zo lang heeft gewerkt tot en met de winterstop, dat was, hoopvol. Maar ja, daarna hebben ze het wel lastig gekregen met het programma. En ja, ze hebben alle topwedstrijden verloren op PSV na. Ja. En, ja, toen gingen ze ook tegen de vertel mij, wat is er aan de hand? Dat wil ik weten. Wat is er aan de hand daar? Nou, het heeft onder meer met kwaliteit te maken, maar daar kun je niet mee aankomen. Ja, dat is er eentje, ja. Dus ze staan rond 4, 5 zou wel hun positie zijn als ze niet een extreem goed seizoen draaien. Als ze niet boven verwachting draaien. Maar ja, er is meer natuurlijk. Trainer gaat weg. Vaak zie je dan dat de spelers wat minder met de trainer hebben. Dat de discipline misschien hier en daar een beetje verdwijnt. Ze hebben op een gegeven moment 3 rode kaarten in achter elkaar gepakt in 3 wedstrijden. Ja. Dus dat scheelt. Nou ja, er zijn veel spelers die met de toekomst bezig zijn en die ligt niet in Rotterdam. De nieuwe trainer is al is op de achtergrond al bezig. En Dick was de controle kwijt, dat ik de indruk. Dick was niet meer de baas. Nou, dat klopt wel een beetje. Dick is nog wel de baas, maar Dick keek af en toe naar links, waar die vroeger naar rechts keek en in je keel beet, hè, als het moest. En nu zei hij letterlijk van ja, ik heb ook niet zo'n zin meer om al die strijd aan te gaan. Dus, Maar Mico, als je nou Feyenoord supporter bent, zoals ik ook, en velen met mij. Wat zeg je nou tegen die mensen? Wat moeten die nou? Die zitten natuurlijk in zak en as. Ja, ik ben ook jouw man dan niet natuurlijk. Hè? Het wordt ik zie al. Het wordt er niet positiever op. Nee, Mikos, wacht even. Ik zie al aan jouw gezicht dat jij mij en die andere supporters en het legioen niet blij gaat maken met niks. Nee. Ik zie het nu al. Nou, er is altijd wel hoop. Maar dat is zo. Maar dat is hoop. Ja, dat is uitgestelde teleurstelling, hè? Ja. Zei Jan de Jong. Maar kijk, er komt een nieuwe trainer en dat is een beetje het gevaar. Hè? Je proeft nu een beetje in de Kuip dat elke bal die over de zijlijn wordt geschoten, daarvan denken de mensen onder Arne Slot, komt hij wel terecht. Dus Arne Slot komt straks, die als een soort wonderdokter komt hij binnen. En dat is voor de jongen natuurlijk ook lastig. Nee, want die heeft hetzelfde materiaal. Ja, niet alleen de zijlijn, ze kunnen niet eens zetten naar dezelfde kleur, Mikos. Nou, domme zit er wel toe! Ja, als hij ADO zag, dat was wel om te huilen. Maar ze hebben nu, nou laat ik dan één hoopvol dingetje noemen. De eerste nieuwe speler is binnen. Til, oké. Ja, Guus Til. Oké. Ja. En denk jij dat Feyenoord nog op een slimme manier nog aan een paar spelertjes kan komen? Jawel. Kijk, maar dat wordt niet, dat zijn geen transfers, maar dat wordt huren. Misschien wat transfervrij. En een beetje lobbyen bij de juiste zaakwaarnemers, dat ze naar de Kuip sturen. Dus dat gaat ongetwijfeld wel lukken. Alleen dat hebben ze dit seizoen ook gedaan. Ja. En dan kom je toch in de categorie Spajic, Texera. Het zijn allemaal wel aardige spelers, maar ja, het moet wel net even een voltreffer zijn. En die zitten niet zo vaak tussen. Ja, ik kan je niet gelukkiger maken, Harry. Nee? Nee. Dus als je Feyenoord supporter bent, dan moet je nog even heel lang doorbijten? Nou, ik denk wel dat je even rekening moet houden met een lege koolsingel de komende tijd. Maar goed, ze maken wel een hele nieuwe start, met alles. Over hoeveel jaar hebben we het dan? Ja. Ja, kijk, hier, zie je het nou? Dus dan heb je het weer. Dat niet zo'n hoopvol gezicht. Nee, maar ja, Ajax, dat veegt de miljoenen bij elkaar, hè? Ja. Dat geeft geld uit aan spelers. Die zetten ze niet eens op de lijst voor de Europa League. En dan geven ze 22 miljoen uit. En bij Feyenoord kan niks. Dus ja,
dan moet het een seizoen worden à la jouw vriend Koeman, hè? Dus die kwam van plek 10 naar plek 2. Ja. Dus dan moet Slot van plek 5 naar plek 2, 3. Dat zou, ja, dat zou een prima zijn. Ja, dat dolgraag, ja, als dat zou kunnen. Ja. Als dat zou kunnen, ja. Daar zou ik wel heel blij mee zijn. Ja. Maar als je het nu ziet, moet hij wel een klein beetje toveren, toch? Ja, dat is... Het wordt een Hans Klokkie, hoor. Ja, het wordt wel, ja, het wordt een Hans Klokkie. Ja, ja, dat ja. Wordt het. Ja. Arne Slot moet er met een Hans Klokkie komen om... Dat moet hij ja. Om de... je zou het zo zien als kop in AD, hè? Ja, ja. Feyenoord Sparta. Zeg het maar, wat gaat het worden? Ik denk 3-1 voor Feyenoord. 3-1 voor Feyenoord? Dat denk ik, ja. En dan gaan ze spelen tegen wie, denk jij? Ja, ik hoop Groningen met Robben. Oh, Groningen. Dan is het de laatste van advocaat. Maar zaterdagavond, Abu Talib heeft gezegd, dan gaat die door dan? Nee, ja, ik denk dat hij naar zondag gaat, want ik denk niet dat Feyenoord in een omdraait. Maar ja. dan zou het Groningen Feyenoord zijn. Feyenoord Groningen met het afscheid van advocaat. En ik denk het afscheid van Robben. Oh. Nou. Dat, zo zie je dit gebeuren. Dan is de cirkel rond, hè? En is de cirkel rond. En dan gaat Feyenoord die ook weer winnen natuurlijk, volgens jou. Ja, in de eigen Kuip. Ja. Beetje publiek erbij. Ja. Nog één keer met het idee van, ach, morgen zijn we vrij en hebben we vakantie. Ja, dan zou het moeten kunnen. Maar nogmaals, Harry, ja, ik durf er ook niet zoveel geld op te zetten, eerlijk gezegd. Nee. Hey, jongens, zie je hoe erg het is? Als zelfs hij... De man die dichter bij het vuur bij Feyenoord kan hij dan deze Mikos. Nou, ja, ze verdedigen niet als Inter en ze vallen niet aan als Manchester City. Zo eerlijk moeten we wel zijn, maar ja. Het moet nog wel kunnen, maar als het weer terugvalt zoals tegen ADO Den Haag, ja dan... Ja, dan houdt alles op, hè? Ja, dan houdt echt alles op. Dan houdt alles op. Ja. Maar goed. Hey Mikos, dankjewel. Graag gedaan. Blijf je volgen in het Algemeen Dagblad, bij allemaal. En dan duimen we maar voor Feyenoord dan. Ja.